meiden en welkom weer terug vanavond. Leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag voor jullie een French maken en ja, normaal is die altijd inlay, want daar ben ik gek op. Maar vandaag ga ik eens wat anders doen en ga ik eigenlijk op de French verder werken. Want je kan natuurlijk, er zijn heel veel mogelijkheden om die French dus heel leuk te maken. Dus van binnen houden we hem simpel en daarna gaan we doorwerken on top. Ik heb voor jullie alvast de verlenging gemaakt en het nagelbed en vanaf daar verder. Ik hou er zelf van om vanaf palet te werken. En dat vind ik ook heel fijn, omdat als ik rechtstreeks uit het flesje werk, dan kan het zijn dat de lak een beetje te dik komt te liggen en daardoor niet goed uithardt. Dus ik ga het muurtje inschilderen en die lak ik goed in de snorretjes, dus helemaal ver naar boven. Ik doe dit inkleuren ook weer in twee fases. Eerst tegen het muurtje aan en daarna over de verlenging heen. Tegen het muurtje aanschilderen alvast in de lamp, dat doe ik. Omdat anders die kleur een beetje naar beneden zakt. En dat wil ik niet, dus nagel voor nagel lakken. Nu ga ik dus verder over de verlenging. Pak weer wat meer op en ik lak de verlenging dekkend. Nou, Mace Choice dekt heel erg goed. Dus eigenlijk in één laagje met het penseeltje heb ik eigenlijk al een redelijk goede dekking. En als je vindt dat hij nog niet genoeg gedekt is, dan had je dit eerst uit en daarna herhaal je het laagje nog een keertje. Nou, ik heb het mooie rood erop zitten. Je moet wel zeker weten dat je overal het rood hebt zitten, dus dat je niet nog ergens plekjes over hebt waar je straks een transparant deel hebt, dus let daar goed op. Ik laat de plaklaag zitten van de kleur en daarin ga ik wat glitters aanbrengen van de confetti set. Ik ga mijn glittertjes vlakbij leggen en ik ga het eigenlijk overhevelen met mijn detailer 3, want die gebruik ik overal voor, naar de nagel. Dus ik ga de plaklaag van de gellak gebruiken om de glittertjes in vast te zetten. Ik pak wat van de glitters op met een plakkerig penseel en die strijk ik over de kleur heen. Als ik hem eroverheen strijk, blijft hij eigenlijk mooi in de plaklaag hangen. Het is een klein beetje dezelfde kleur, want het is wel mooi, dus hij hoeft niet overal te dekken. De kleur mag een beetje doorschijnen, dat is niet erg. Ik ga deze subtiele inlay eigenlijk gebruiken als ondergrond van mijn stempel. Ik ga daarom de nagel nu afbouwen met Power Gel Clear. Maar je mag natuurlijk ook de standaard Builder Clear gebruiken. Dan wordt die misschien ietsje sprankelender, maar de Power Gel Clear is in dit geval ook gewoon prima. Dus die ga ik gebruiken, zodat ik hem strakker kan maken en minder hoef te veilen. Beetje aanbrengen op het midden van de nagel. De rechterkant en de linkerkant een beetje. Dit ga ik vervolgens verdelen. Ik gebruik hiervoor mijn Prestige 10 penseel. Zorg dat je het product echt aanduwt. Rustig aan op het gemakje, want anders zou je belletjes kunnen krijgen in het product. Dus neem even de tijd om het product op zijn plek te krijgen en over de nagel heen te trekken. En als je dit hebt zitten, mag je het product weer uithouden onder de lamp. Nou, ik heb de nagel helemaal in model geveild en wat ik nu ga doen, ik ga eerst de matte top eroverheen lakken. Je zou denken niet te veel laagjes gellak gebruiken, maar aan de andere kant, hier zit helemaal geen gellak op. Dus zo'n extra laagje matte top is helemaal niet erg. Die ga ik gebruiken om overheen te stempelen. Ik breng een laagje matte top aan. Nou, je ziet gelijk hoe die eruit ziet ook als die gaat glimmen straks. Sneak peek. Mooi gelijkmatig over de nagel heen lakken. Hier komt dadelijk de stempel op. Dit eerst even uitharden. Ik kijk goed dat ik echt aan het begin van de stempel dus hem oppak. Niet te hard duwen eroverheen. Het is natuurlijk gel. En vervolgens zet ik hem op de nagel. Ik wil hem graag in één keer te pakken. Ik ga hem voorzichtig op de nagel zetten. Ik wil hem in één keer te pakken krijgen. Dus ik ga hem rollen. Overheen. Niet te hard duwen. Naar de andere kant. Nu heb ik het grootste gedeelte op de nagel zitten. Nou, de stempel zit. Ik heb natuurlijk wat geknoeid. Dat kun je schoonmaken met een nail wipeje en prep en wipe daarop bijvoorbeeld. Maar ik gebruik hier de corrector pen. Dat vind ik zelf makkelijk, want dan kun je mooi langs de randjes om het helemaal strak te krijgen. En dat gaat makkelijk natuurlijk door je matte top. Dus kijk maar mee. Ik maak het nagelbedje schoon. En elke keer maak ik mijn corrector pen even schoon op mijn wipeje. Zodat ik niet het zwart meetrek weer naar het nagelbed.
Nou, de nagel is nu klaar, de stempel zit erop, maar jullie zijn natuurlijk wel benieuwd waar de glittertjes zijn gebleven. Die ga ik even tevoorschijn toveren met Supreme Finish. Natuurlijk weer goed schudden voor gebruik. En daarna kunnen we het design aflakken. En dan wordt hij echt, nou ja, super sexy. Nou, de nagel is af. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Gaan we hem even rondom bekijken. Kom maar mee. Nou, dat is hem geworden. Superleuk snake effect. Overheen, die glittertjes. Nou, helemaal leuk. Nou, echt een sexy nagel. Je kunt ook bijvoorbeeld alle andere nagels erlangs, de andere nagels die je nog over hebt, gewoon Mace Choice lakken. Dan heb je ook een leuke combinatie. Nou, ik vind hem hartstikke leuk geworden. Ik denk dat ik weet al wat ik de volgende keer op mijn nagels wil. Ik zie jullie volgende week. Fijne avond!